allemaal. Sarah Vos samen met mijn collega Esther Pulli hier. Wij zijn de wijk-GGD'ers van een aantal gemeentes hier in Brabant. Als wijk-GGD fungeren als de schakel tussen zorg, openbare orde en veiligheid. Het is hard nodig in de wijk tegenwoordig. Wij zijn al eigenlijk deze maand 6 jaar geleden begonnen door deze twee werelden met elkaar te verbinden. Het is eigenlijk naar aanleiding dat de gemeente waarvoor wij werken vonden dat 25% van de tijd van de politie geconsumeerd werd door mensen die, wat zoals wij het noemen, eigenlijk gedoe. Ik vind verwacht, vind ik een vervelend woord. Maar mensen die gedoe veroorzaken in de wijk. En ze wilden graag daar wat verandering in. Dat er meer zorg zich bezig ging houden met deze doelgroep. En dus uiteindelijk is het geen politiewerk. Tegelijkertijd dat wij begonnen was er natuurlijk ook landelijk veel te doen. Met het aanjaagteam, schakelteam naar aanleiding van een paar grote incidenten. En er is ook een definitie gemaakt eigenlijk over mensen met onbegrepen gedrag. Ik ga het verder niet allemaal opnoemen, maar het is denk ik wel voor iedereen te lezen. Ja, nou ja, goed. Over wie hebben we het nou eigenlijk? We hebben het over mensen die dus eigenlijk de grip op hun leven verliezen. En bij verwacht wordt vaak gedacht aan mensen met een GGZ-problematiek. Wij zijn er ondertussen wel achtergekomen dat het om een hele andere doelgroep gaat. Het is maar een gedeelte is GGZ. Er zijn een hele hoop andere oorzaken die ik nou eventjes aanklik. Zoals je ziet, mensen met verstandelijke beperking. Maar ook een steeds grotere groep mensen die ouderdomsgerelateerde problemen hebben. Zoals dementie, cognitieve problemen. Maar ook mensen met ziektes die wat gedoe met zich mee kunnen brengen. Mensen met Parkinson, mensen met schildklierproblemen. Het zijn allemaal mensen die tijdelijk even uit balans kunnen zijn en eigenlijk overlast of gedoe kunnen veroorzaken in de wijk. Ja, wat je dan heel vaak ziet is dat dus de politie in beeld komt om met deze mensen contact te gaan maken. Terwijl wij juist zeggen van nee, dit zijn geen mensen die bij de politie thuis horen, maar die horen thuis binnen de hulpverlening. Maar ja, wij zijn vooral heel belangrijk omdat je ziet heel vaak dat er meldingen binnenkomen bij de politie over mensen die, wij noemen het dus, gedoe veroorzaken in de wijk. En dat gedoe is heel erg moeilijk te definiëren voor heel veel mensen. Mensen zeggen van ja, hij geeft heel veel overlast of hij geeft heel veel problemen in de straat. En het moet nu afgelopen zijn. Maar ja, bij wie kun je dat melden? Vroeger werd er gezegd van ja, bel naar de huisarts. Maar wij weten heel vaak niet wie een huisarts is van iemand. En er is eigenlijk niemand bij wie je echt daadwerkelijk je meldingen kwijt kunt. Dus dan wordt toch vaak de politie ingeschakeld. Nou, wij zijn dus 5 jaar geleden, ondertussen bijna 6 jaar geleden, begonnen. We zijn begonnen in de gemeente Vught. En wat we eigenlijk hebben gedaan is meteen heel sterk gaan investeren in het netwerk. Waar werken we voor? We werkten toen voor de gemeente. Zorgen dat je bekend bent in de gemeente. En dan niet alleen maar bij hulpverleningsorganisaties, maar juist de ogen en oren van de wijk, zoals bijvoorbeeld de manager van de supermarkt, maar ook huisartsen, praktijkondersteuners van huisartsen, een elektronicazaak die al 40 jaar in een dorp zit, de kerk, de pastoor, noem het maar op. En daar zijn wij vooral in gaan investeren, want wij vinden als je mensen in een wijk hebt wonen, dan zul je dus ook moeten zorgen dat de wijk onderdeel wordt van de problematiek die speelt. Dus dat is voor ons denk ik het allerbelangrijkste. Dus het gaat ons niet over degene die het gedoe geeft. Dat is voor ons niet per definitie degene die de aandacht krijgt. Nee, het gedoe staat centraal. Dus het kan ook zijn dat we de buren of een hele wijk of een heel flatgebouw, dat we daar de aandacht aan besteden, zodat iemand ook een kans krijgt om goed te wonen in een wijk. Nou, wat houdt het nou in? Dan krijg je dus signalen. En in de beginfase waren dat vooral signalen vanuit de politie, omdat die natuurlijk als eerste vaak gebeld worden. Maar in de tussentijd zijn wij zo bekend in de wijk dat iedereen ons eigenlijk kan benaderen. En dan gaat het erom dat mensen dus gewoon kunnen melden van, nou, er is iemand die veroorzaakt heel veel gedoe. En dat gedoe moet niet opgelost worden door de politie, maar daar heeft iemand zorg voor nodig.
En wat je dan doet is vooral zoeken naar goede balans, zeg maar. Wat speelt er? Wat is nodig? Wat is noodzakelijk? Dus je gaat goed triëren. Wat is hier al bekend? Soms zijn mensen al uitgebreid bekend binnen de hulpverlening. Maar weet bijvoorbeeld de woningcorporatie niet eens dat iemand al jarenlang in behandeling is bij een instelling. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat wil je iemand een goede kans geven om in een wijk te wonen. Dat je ook zorgt dat het netwerk eromheen goed sterk is. En dat mensen weten van elkaar van oké, als er hier gedoe is, dan kunnen we die of die bellen. Ja. En zo zie je dat wij ook met, zoals Esther al zei, met heel veel mensen samenwerken. En juist al die samenwerkingspartners bij elkaar, dat is je kracht. Het is wat in mijn ogen vaak te veel gedaan wordt, is dat er gezegd wordt, oh, dat is voor die of dat is voor die. Juist het samenwerken, het samen plan maken, mekaars expertise gebruiken, dat is heel erg belangrijk. En je kunt ook niet verwachten dat sommige problematiek op één iemands schouders rust. Hè. Het zijn vaak, waar wij tegenaan lopen, dingen die jaar in jaar uit al spelen, conflicten. Hè. En dat kost gewoon heel veel tijd en energie om eigenlijk tot de kern te komen en dat ook weer in goede banen te leiden. Hè. We hebben elkaar heel erg hard nodig. En ons doel is natuurlijk altijd om crisissituaties te voorkomen. Ja. Als je ziet hoe soms een crisis uit de hand kan lopen, als je dan zo'n crisis gaat terugkijken en wat er dan allemaal al gemeld is, dan zie je vaak dat er al heel veel signalen overal zijn dat er iets niet goed gaat, maar dat niemand het opgepakt heeft. En dat pas als de vlammen letterlijk uit het dak komen, dat dan pas de hulpverlening ingeschakeld wordt. Terwijl wij denken, juist in dat voorstadium is daar al heel veel te halen. Als je een manager hebt van de supermarkt die mij belt en die zegt, Esther, loopt hier een vrouw al voor de derde keer vandaag dezelfde boodschappen te doen. Ik maak me zorgen, want ik zie dat de boodschappen van vanochtend nog in haar mandje liggen. Ja, ik denk dat het niet goed gaat. Dan is het fijn dat wij zo'n signaal snel krijgen, zodat we snel contact kunnen gaan leggen met zo'n vrouw. En dat kan dus ook heel laagdrempelig, gewoon in die supermarkt waar die mevrouw op dat moment loopt. En dat zijn vaak wel de winsten die wij halen. Als een assistente van een dierenarts mij belt van Esther, staat hier iemand voor de deur met een kat, maar ze ziet er helemaal niet goed uit. Ze ziet er hartstikke verwaarloosd uit. Ze laat er urine lopen hier in de wachtkamer. Zou jij eens kunnen komen? Ja, dan kun je heel snel dus acteren op situaties die normaal gesproken misschien helemaal niet bij hulpverlening terechtkomen, omdat je gewoon niet weet waar je het moet melden. Dus ja, dat is vaak onze grote kracht. Ook zelf geen goede hulpvraag kunnen stellen. Dat speelt ook een grote rol. Mensen komen zelf niet aan bij de huisarts of bij een maatschappelijk werker met een hulpvraag, omdat ze eigenlijk vinden dat ze niks nodig hebben. En dat is natuurlijk wel wat ik heel erg belangrijk vind, dat steeds meer mensen kennen ons in de wijk. Hè. In het begin is het eigenlijk alleen maar de woningcorporatie en de politie. En hoe langer je dat rondloopt, hè, en als 2-3 jaar ergens bent, dan zijn er steeds meer mensen die gewoon denken, als ik haar weer zie, ik zal het eens even tegen haar zeggen. Ik denk dat je daardoor ook heel veel dingen heel vroegtijdig en ook op preventiegebied kunt opvangen. Ja. Alles valt of staat natuurlijk met goede backup in je eigen gemeente. Nou, we hebben gelukkig een Vughten-wethouder die zegt van ga maar aan de slag, jullie zijn de experts. Ik hoor wel wat nodig is en dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen. En dat is ook heel erg fijn als je zo op deze manier kan beginnen. En wij zijn begonnen met heel veel, waarin ze proberen heel veel protocollen, maar we hebben gezegd van nou laten we alsjeblieft gewoon beginnen met een telefoon en een fiets en de rest kunnen wij wel. Het vertrouwen is wel heel belangrijk dat je dat krijgt en dat je dus ook onafhankelijk kan zijn. Dat ik niet gebonden ben aan een instelling die bedden moet vullen of DBC's moet invullen. Wij zijn natuurlijk vanuit de GGD heel erg onafhankelijke partij die dus heel breed, we zijn allebei verpleegkundigen. Al onze collega's zijn overigens verpleegkundigen. Want ook heel vaak is er sprake van lichamelijke problematiek. Denk aan diabetes of allerlei andere situaties waardoor mensen ook in de war kunnen raken. En die wordt heel vaak vergeten. En de krachten zitten vooral in heel breed kijken. Wat is er aan de hand waardoor mensen in de war zijn of gedoe geven, zoals wij eigenlijk liever zeggen.
Nou ja, we hadden natuurlijk, zoals ik al eerder zei, wel heel erg het geluk in het begin dat in Nederland er ook heel veel media-aandacht voor dit probleem was. Naar aanleiding van de moord op Els Borst is natuurlijk er een hoop aandacht, een hoop vragen overgekomen, waardoor wij eigenlijk ook wel op het juiste moment starten en ook wel goed ondersteuning hebben gekregen uit het land om dit werk te gaan doen. Er zijn steeds meer gemeentes die kiezen voor de wijk GGD. En ik denk ook met echt hele goede resultaten. Dus ik hoop dat het zo blijft. Nou, dan hebben we nog een... Ja.